Naast de normale baby, honden en paardenfluisteraars is er nu Marcelina Stolting. Zou dit het dan zijn? De kattenfluisteraar. Dit is wat hij mij wil laten zien. Deze ervaren gedragstherapeute heeft inmiddels honderden katten behandeld waar de dierenartsen geen heil meer in zagen. Haar manier van werken is dan ook uniek. Hebben ze nog niet ontbeten? Jawel. Ik heb een unieke werkwijze ontwikkeld. Een felinocentrische werkwijze. En dat houdt in dat de kat in alles centraal staat. Dag gezellig. Hallo. Na een uitgebreid onderzoek en een lange vragenlijst komt Marcelina soms tot verrassende conclusies. In natvoer zit een kwart van de calorieën van wat in brokjes zit. Dus zoveel mogelijk natvoer geven is het recept om af te vallen. Echt? De drollen die je eruit vist, wat voor drol is dat dan? Deze. Oké, dus dat ziet er verder normaal uit, gelukkig. Ja. Ik moet eventjes hem filmen hoor, tussendoor. Om uiteindelijk tot de perfecte oplossing voor Felix te komen. Ik had niet verwacht dat ik meteen al zoveel tips eigenlijk en zoveel mogelijke aanpassingen zou krijgen. Ja. Zoveel dingen wat opeens al anders kan, dus daar ben ik echt super blij mee. Zet hem op en ik spreek je volgende week. Alles. Heel graag gedaan. Dag hoor. Hoi. Dag. De kattenfluisteraar. Binnenkort op een bak bij u in de buurt.